Stevens. Duwtje van Ewijk gezien door de scheidsrechter. De goede terug op Van der Werf. Die kan de bal binnenhouden. Oh, Van der Werf, dan heb je alle geluk van de wereld. Hoe, dat loopt me net goed af. Ja. Deloor. Mengerink. Draait weg bij Van der Zwet. Draait ook handig weg bij Vermeulen. Mengerink, heerlijke actie van Mengerink. Komt hij de 1-0 aan. Mengerink. Oh, wat een kans. Ja, hij creëert de kans voor zichzelf. Alleen hij beloont zich niet. Had hem gewoon af moeten maken. Pech dus voor Mengerink. Suzanne. Van der Zwet in duel met Mengerink. Mengerink krijgt hem van Sanchez. Is er een strafschop? Ja. Nee, Zwalbe. Nou. Nou, Sirik. Als dit geen strafschop is, dan krijgen we nooit geen strafschoppen meer in de tweede divisie. Tarani. Van de putten van Ewijk. Kan gevaarlijk worden. Nou, is dit de kans en de mogelijkheid op 1-0. Nog niet voorbij deze kans. En het is 1-0. Zo. Het is volgens mij de debutant in de basis. Tarani. Een goede aanval van Lisse. Het is een goede reactie van Kieboom. Op de inzet van Valk. En Tirani krijgt hem voorbij. Drie spelers van Katwijk. Goeie goal. Deloor met een goede bal. En Van der Werf. Spectaculair. Vlak voor rust. En een blessure bij Suzanne. Ja, nog meer ellende. Dat kan er nog wel bij bij Katwijk. Botsing met Buijs is het, denk ik. En Suzanne, de middenvelder en aanvoerder, is er niet meer bij. Zijn vervanger Schet. Ja, hij gaat ook niet verder. Problemen achterop. Hij verstapte zich zo even. Paul de Lange. 52e minuut wedstrijd. Van den Berg is door zijn wissels heen. En nu, wat kan hij tactisch nog met zijn ploeg? En daar zien we dus Suzanne, de aanvoerder. De sterkhouder van Katwijk, die dus vlak voor rust geblesseerd raakte. De Loor van de Weerdenburg. Goed druk gezet door wie anders dan Valk. Nou, komt hier de beslissing aan in de wedstrijd. Oh! Hij had zijn tweede kunnen maken. Tarani. Kieboom redt Katwijk. In Lisse won Katwijk. Met 1-2. Door twee doelpunten van Mengerink. Oh, van Ewijk. Wat een hoogstandje. Nou, de derde mogelijkheid. Weer niet. Oh, 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 oh. Tarani had zich onsterfelijk kunnen maken met een hattrick vanmiddag. Hamdi. Berkhout. Berkhout. Weer niet goed. Van Bokstel gaat daar de fout in, de centrale verdediger. Hamdi. Dit is een bal voor Mengerink. Nou, nu dan. Afleggen. Berkhout. Ja, dat kan hij wel. Het is een goaltjesdief. Dat heeft hij jarenlang bewezen bij Excelsior Maassluis. En nu dus de invaller Berkhout. Voor de geblesseerde De Lange met de gelijkmaker. En het is dus Kilian Berkhout. Die de koploper over het dode punt heen helpt. En zo staat het dus 1-1 hier in Katwijk. 7 minuten en een beetje. In de slotfase bij de koploper Katwijk tegen Lisse. Mengerink. Mengerink, nu dan. Ja, nee, weer Van der Werf in tweede instantie. Ook niet. Hachelijk moment voor de goal bij Lisse. Nu wel, ja. Zo. Het is Steven Sanchez. 2-1. Hij was de matchwinner een paar jaar geleden in de topklasse. In de laatste editie. En nu doet hij het weer. Steven Sanchez. Ja, dan moeten de echte mannen opstaan. En het is afgelopen. Lisse laat dus Katwijk in eigen huis ontsnappen. En Katwijk heeft dus weer 6 punten voorsprong op Kozakkenboys.